als jij. Dado, hallo Kitsu. Gaan we. Allright jongens, welkom bij een gloednieuwe Fortnite video. En vandaag heb ik voor jullie weer een keer een solo video. Ik baal heel erg dat ik een andere video niet kan laten zien, want helaas is mijn Elgato bestand, oftewel gewoon de gameplay daarvan, beschadigd en kan ik hem niet editen. Wat ik echt heel erg jammer vind. Ik werd daar eerst mee met Tim, maar ja, ik kan er niet heel erg veel aan doen. Dus daarom speel ik een keertje solo. Dus mocht je dit natuurlijk nou wel leuk vinden, laat dan alsjeblieft weet je blauw duimpje omhoog achter. En natuurlijk enorm. Als wij vandaag weer voor de 400 likes kunnen gaan, zou dat super, maar ook echt super toppie zijn. Ik zit hier met één andere enemy. Die gaat waarschijnlijk de paardenstal in. Dat ga ik niet doen. Oh jee, er zit er nog één. Oh my god. Maat, waar ga jij? En nog één. Kai, dit wordt een beetje lastig. Oké, waar gaan jullie heen? Oké, jullie gaan daarheen. Ik ga hier de onderkant in. Met de hoop dat ik hier een wapentje kan vinden. Laat er een wapen liggen. Ik zie wel iets. Een wapen. Kogels alleen. Oké, een SMG. Ik heb iets. Oh, een detective shotgun. Kom maar. Ik weet dat hier iemand zit. Laat me mijn potion nemen. Ik weet dat hier iemand zit, jongens. Kom aan. Oké, ik ga gewoon hakken. Want misschien dat hier veel beter wapen is. Ik laat hem maar komen. Ik heb mijn shotgun beet. Dus wat je wil doen. Kom maar op. Ik heb nog een potion. 200% health. Come at me, bro. Come at me. Er zitten hier 3 of 4 man. Oké, nog een chest. Top. Moeten we wel weer hakken. Maken we wel weer geluid. I don't give a damn. Oké, let's go. Blauwe AR. Kijk, daar ben ik over aan het praten. That's what we're talking about, man. Oké, nu kunnen we tenminste iets doen. Doe de deur dicht. Oh, die deur glitcht weer bij mij. Let's go. Kijk of we mensen zien. Ik zie geen mensen op dit moment. Waar is iedereen dan? Waar is iedereen? Kom aan. Oké, er zitten wel degelijk mensen. Knal elkaar maar af. Kom daar vandaan. Dus ik ben hier voorzichtig. Kijk, zo doen we dat. Come on boys, get out of here. Get out of here. Zo, pak die loot op. Heeft hij nog iets nuttigs? Nee. Het was meer een persoon die al half dood was. Laten we daar maar op houden. Ja, laten we doorgaan. Op zich heb ik best wel goede loot. First aid kitje slurp juicy. Dus als we geraakt worden, nog niks aan de hand. Ik loop alleen maar weg van de safe zone, I know. Laat ik eventjes mijn wapens een beetje chill organiseren. Of ja, ik vind dat gewoon heel erg chill. Ik ben gewoon zo'n persoon die graag alles chill heeft staan. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Dat kan, dat hoeft niet. Maar ik ben wel een persoon die graag, laat me zeggen, alles op een chill rijtje heeft staan. Klinkt misschien heel erg raar. Ik vind het gewoon heel erg chill om dat te doen in deze game. We hebben 200% health. Dus op zich is dat chill. Dat is veel. Maar als je eenmaal een paar keer goed geraakt wordt, is dat eigenlijk helemaal niks. Normaal staat hij altijd in de chest. Dit keer niet. Laten we de nieuwe SMG voor jullie een keer meenemen. Dat had ik vorige keer ook in de video, maar niet echt gebruikt. De normale AR's zijn natuurlijk gepatcht in deze game. En ja, dat betekent dat ze iets meer accuraat zijn geworden. Dat is heel erg chill. Maar ja, voor de mensen die natuurlijk al heel erg chill met een AR om kunnen gaan. Ja, is dat misschien iets te sterk. Oké, er zit daar iemand. Ik heb jou gezien, maat. Ik heb jou gezien. Hij is doorgepusht, maar de vraag is waarheen. Ik vind het altijd wel een beetje eng hoor, jongens. Dat is wel het geval. Ik vind het altijd een beetje eng. Je weet nooit echt waar iemand zit of zo. Totdat hij begint te schieten natuurlijk. Het is natuurlijk wat donkerder aan het worden op dit moment. Dus je ziet al iets minder snel dingetjes. Maar ik verwacht niet, om eerlijk te zijn, dat hier nog iemand in mijn rug gaat komen. Want de safe zone houdt daar natuurlijk op. Dus ja, dus even goed afwachten. Op zich, ja, wat ik zei, we zitten qua loot niet goed, maar ook niet slecht. Ik bedoel, met een blauwe AR kan ik wel wat dingetjes doen. Zo, dat zit hier gewoon, weet je. Dat is niet het geval. Ja, ik zie daar, ik word besnijpt. Oh jee. Knal elkaar maar af, knal elkaar maar af. Kijk, haal mij niet door. Eerst jij. Dan ben jij.
Daar dood. Hallo, kikkeboe. Zo, nou, dat hebben we ook gedaan. Pak die shotgun op. Alrighty then. Zo. Nou, hij heeft een sniper. Kom maar door met jouw sniper dan. Was geen... Oh, en hij heeft deze shotgun. Lekker, maat. Lekker, maat. You know how to do this shit, man. Hij weet hoe hij dit moet doen. Bouw even een trappetje. Kunnen we hieruit. Ze hebben me geen ene keer geraakt. En deze loot, daar ga ik niet zielig om doen. We moeten nu gewoon even rustig dit uitspelen. Oh, we hebben nog een medkit, we hebben ook nog een slurpduwtje. Dus alles rustig aan, jongens. We doen gewoon alles rustig aan. Misschien dat hier nog iemand binnen zit. Ik doe gewoon even de deur dicht. Ik ga hier wel gewoon naar boven. We gaan hier gewoon eventjes rustig dit uitspelen, jongens. We gaan dit niet overhaast doen. Geloof mij. Dit wil je niet overhaast doen. Ik hou zo van deze game. Echt waar. Oh mijn god. Wat heeft hij qua loot? Kan ik dat zien? Hij heeft nog een slurpie. Hij heeft nog een slurpie. We moeten toch daarheen. Dan loop ik toch eventjes heen om die andere slurp ook mee te nemen. Dat gaan we gewoon even doen, jongens. Ik hoop wel dat je twee slurpjes mee kan nemen. Dat is misschien wel handig als ik ook een AR in mijn handen hou. Oké, ik word besloten. Je kan twee slurpjes meenemen. Ik hoor de mensen in mijn rug. Laat ik gewoon doorrennen. Where are you at? Waar loopt hij in? Yes! En daar ging je. Daar ging je, maat. Goed je gekend hebben. Ga maar terug naar de lobby. Alright. 5 kills in, jongens. Gaan we hem looten? We kunnen hem even looten. Het is gevaarlijk. Maar ja. We gaan het gewoon proberen, weet je. Ik zeg, we hebben genoeg health. Tenzij je natuurlijk een rocket op je bek krijgt. Maar ja. Ja, ik neem niet die bolt action mee. Ik neem gewoon lekker mijn automatische snipertje mee. Ik weet het, de bolt is iets beter. Maar... ik heb toch meer vertrouwd dat ik hiermee wat kan sprayen, laat maar zeggen. Klinkt misschien een beetje raar, maar dat is gewoon mijn speelstijl. Kijk ook, we hebben 2 slurpjes, jongens. Dus als we met iets geraakt worden, heb ik gewoon kans om nog goed te healen. Als dat mag gebeuren natuurlijk. En ja, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen trouwens. Jullie zien nou ook mijn resources, omdat ik mijn greenscreen gebruik. Helemaal vergeten te zeggen. Dat ben ik gewoon helemaal vergeten te zeggen, jongens. Jullie zien natuurlijk nou ook mijn resources. Kijk, ik wil dat daar toch echt eigenlijk wel gaan vermijden dat... dat Dusty Depot. Dus we gaan er met een klein boogje omheen. Alhoewel de storm natuurlijk nu in mijn rug gaat komen. Oh jee. Ja, dat gaan we niet redden, jongens. Dus we gaan dadelijk een slurpje nodig hebben, denk ik. We gaan dadelijk een slurpje nodig hebben. De storm komt daar over 5 seconden aan nu. Kijk, dit is het moment waar het op kan fokken. Oké, er loopt iemand. Maat. Hallo, hallo, hallo. Zo, ik wou net even zeggen, jongeman. Ga jij ook even normaal doen? Neem snel een slurpje in. Dan hebben we weer 100. Oké, had een scar. Dat was het probleem. Had een scar. Geef mij maar die scar, jongen. En doorlopen. Hij heeft ook een loungepad. Ik heb 2 loungepads. Oh, we hebben een scar, boys. Kom op. Oh. Alright, alright, alright. Rustig aandoen. Dit moeten we echt rustig aandoen. Dit moeten we echt rustig aandoen. Ik hoop niet dat ik word geraakt door die storm. Nee, ik denk het niet. Dat haal ik net. Ik haal het net. Ik haal het net. Ik haal het net. Ik haal het net. Kom aan. Oh, 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 ja, ik ben safe. Alright. Oh, nee, ja, ik ben safe. Oké, ik neem nog een slurpjuice in. Gewoon waarom? Omdat ik health nodig heb. Ik heb potion nodig. Zo, ik heb potion nodig, jongens. 13 man, 6 kills. Kom op. We doen het lekker. We hebben een scar. We hebben echt alleen maar epic items. Dat is top. Dat is top, dat is top, dat is top. Maar, het wordt natuurlijk nu wel moeilijker en moeilijker. Er zijn sowieso mensen met scars. Kan ik jullie op een blaadje geven. Ik heb het geluk gehad dat ik net iemand kon killen met een scar. Maar zoals je natuurlijk ziet. Hoe snel jij down bent met een scar. Ja, dat is aan de ene kant chill. Want ik heb hem nu zelf. Dus ik kan daar een... oh shit. Ik kan daar een ja, hoe noem je dat? Hoe wil je dat net zo goed zeggen? Je kan daar gebruik van maken. Maar als je iemand tegen hebt met een scar. Kan dat ook je tegenzin hebben. Dus dat wil ik niet hebben. Laten wij nou hier gaan kijken. Come on, we zitten weer safe hier zo. We zijn op een hoog punt. Dus we kunnen mensen pakken eventueel. Ik ga even een klein beestje bouwen. Zo. 2 kanten trap op. Oh, ik bouw per ongeluk met steen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Dat maakt me niet heel veel uit. Ik kan beter die kant op kijken.
Kijk, er wordt daar geschoten. Oké. Okay. Kijk, daar komt hij. Ja, daar ging je, maat. Kijk, dat bedoel ik dus met het chillen van de Scar. Ik vraag me dus nu af of wie hij aan het schieten was. Hij heeft ammo. Zou ik erop afgaan? Nee, want de storm komt eraan. Ik heb maar 90 Scar ammo. Ja, dat moet genoeg zijn, jongens. Dat moet toch echt wel genoeg zijn. Even goed kijken. Het is nou gewoon een kwestie van tijd, jongens. Rustig spelen, zoals ik altijd zeg. Niet als een gek erop afgaan. Pieken, pieken, pieken. Een beetje scannen. Nou, ik zie niemand. Dan moeten ze sowieso... Ze moeten... Ja, ze zitten in dat bomengebied. Want via hier kunnen ze niet meer komen, geloof ik. Dat geloof ik niet. Oké, wordt daar gebouwd? Ja, er wordt daar gebouwd. Push maar, push maar, push maar. Oké, ja, hij gaat het zo doen. Maar hij moet daar sowieso uit. Hij moet daar uit dadelijk. Ik moet daar ook uit, maar ik ga er nu alvast uit. Ik ga slim doen, jongens. Ik hoef maar een klein stukje op te schuiven. Oh, dit is spannend. Ga ik gewoon hier mijn nieuwe beestje bouwen. Ik vind het nou wel spannend worden, hoor. 6 man. Er zit een chest letterlijk naast me, hè. Oh my god. Zit daar ook nog first aid kit? Ik ga hem nog eentje hoger maken met steen. Zo! Oh my god. Ja, ik ben de lul. Ik ben de Sjaak, jongens. Bandage, bandage, bandage. Waar zat die kerel? Houston, we got a problem. Ik weet hoe ik het ga doen. Eigenlijk weet ik het niet, maar... ik weet eigenlijk niet wat ik echt wil gaan doen, maar... Wat ik in ieder geval wil doen... is hier een loungebed zetten. Dat ik er dadelijk opeens uit kan. Mensen hebben hier een Scar. Dat is duidelijk. Ik wacht op het laatste moment. Oké, daar loopt hij. Oké, got you. Ik ga die first aid kit pakken, jongens. Ik moet wel. Ik moet wel. Ja, als dit mijn einde is, hè, jongens. Als dit mijn einde is. Ik ga daar een muur terugbouwen. Oké, snel. Oh, mijn god. 3 man is er nog over. Oké. Zit daar ook iemand? Hij is gesnijd, oké. Laat hem maar lekker vechten daar zo. Oké, ik ga mijn jump pad gebruiken, jongens. Ik ga mijn jump pad die gebruiken. Daar gaan we. Let's do this. 2 man is nog over. Eén man nu nog maar. Survive of the fittest. Ja, ik zie hem, ik zie hem. Kom aan! Solo victory royale. Ik vind het helemaal prima. 10 kills hebben we neergezet. Zo, zo doen we dat. Heerlijk potje, jongens. Kom op. Yes, yes. Ik vind het heerlijk. We hebben dit heel netjes uitgespeeld. Ik zeg het jullie eerlijk. We hebben dit heel netjes uitgespeeld. Bam! Zo, dat is eventjes lekker, jongens. Weer een victory royale erbij. Solo, helemaal top. Mocht dit leuk hebben gevonden, drop even op like, omhoog gaan natuurlijk enorm. Ik hoop jullie morgen om 3 uur weer te gaan zien bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Dus abonneer voor meer. En tot morgen om 3 uur bij een nieuwe video, jongens. Dag!